Stel even, vrienden, jij bent Michel van der Velde, hè? Zo heet jij. En jij bent directeur van een heel klein touringcarbedrijfje in Assen. En jij wordt gebeld, hè, door Ter Apel. En die zeggen van, kan jij eventjes 40 van die asieljongens, kan jij die eventjes van Ter Apel naar Den Haag brengen? Dit is dus allemaal echt gebeurd, hè, vrienden? Ja. En die Michel denkt, nou, oké, die breng ik even met mijn touringcar van Ter Apel naar Den Haag. Maar wat gebeurt er? Die 40 asieljongens, die zitten dus in die bus. En die beginnen de boel te slopen onderweg. Hoe vind je die? Onderweg naar Den Haag. Er zit een keukentje in die bus, die wordt even verbouwd. Trekken kasten open, halen er allemaal voorraden voor eten en dingen. Alles wordt eruit gehaald, koffie, cola, thee, weet ik veel. Alles, en maken alles kapot. En die gozer, die belt op naar het asielcentrum. In Ter Apel, wat moet ik doen? Ja, kom maar terug. Ja, up en... Die draait de bus om. En dan worden die asielzoekers, die worden nog agressiever. Omdat die bus dus terugging. Ja, en die gingen en met elkaar op de vuist, gingen nog meer die bus lopen. En gingen die Michel bedreigen. Ook nog eens een keer. En die is dus helemaal overstuur teruggegaan naar Ter Apel. Was dolblij dat hij daar helemaal heel nog aankwam. En is helemaal huilend en overstuur. Is hij verder naar huis gegaan. En één grof schandaal, beste vrienden. Ja. En dan denk ik alleen maar bij mezelf. Wat denk je? Zou Michel, hè? Zal die nou vertrouwen hebben in het Nederlandse asielbeleid?